Gegroet mensen en super tof dat jullie vandaag weer kijken naar een nieuwe video van Computer Nerd. Vandaag geef ik jullie een tutorial over Sony Vegas. Ik heb jullie al een tutorial gegeven over hoe je dat gratis downloadt, maar nu geef ik jullie een tutorial over hoe je het gebruikt. Deze tutorial gaat over hoe je een blue screen weghaalt. Oké. Laten we beginnen met de tutorial. Als je Sony Vegas opent, dan kom je bij dit scherm. Je hebt hier allemaal dingetjes. Dat komt vanzelf van pas. En je hebt hier heb je de tijdlijn. Hier ga je het meest in werken waarschijnlijk. Hier heb je het schermpje. Ik heb hem op best en full gezet. En dat is, dan zie je het hier gewoon zoals het is. En dat zou ik ook aanraden als ik jou was. En dan gaan we een filmpje erin zetten. Dus je gaat waar je het filmpje hebt opgeslagen, die maak je even kleiner. Dan zoek je op waar je het hebt opgeslagen. Dan sleep je hem erin. Dus hier druk je op yes. Of op ja, weet ik niet hoe je hem erin hebt gezet. Kijk, dan heb je het hier dus staan. Ik heb het zonder geluid, omdat ik toen het geluid nog apart opnam. Dus het geluid kan ik weghalen. Kan je weghalen door hier rechtermuisknop en dan delete track. Oké, de camera was eventjes uitgevallen, maar we gaan weer verder met de tutorial. Ik was dat je kan een andere kleur als achtergrond gebruiken. Dus je gaat hier zo heen en dan scroll je naar een goed punt waar jij hem wilt hebben, bijvoorbeeld hier. Dan druk je op S, dat is knippen. Je kan ook hieronder, geloof ik. Ik gebruik dat nooit. Ja, kijk, je kan hier split. Kijk, als je hier zo neerzet, kan je split doen. Maar ik gebruik S omdat het een stuk sneller is. Dus onthoud, S is knippen. Split, S van split, dat moet je onthouden. Maar, oké, dus je hebt hem. Even wachten op de telefoon. Ja, kijk. Dus je hebt hem. Je hebt hem geknipt. Wat je dan doet, dan ga je naar. Volgens mij. Media Generators, geloof ik. En dan Solid Color. Daar druk je twee keer op en dan kies jij een leuke kleur. Kies ik een roze. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Hier heb je dus de kleur. Die kan je hier ook nog aanpassen. Helemaal hoe jij wilt. Je kan hem rood maken. Maar ik hou hem lekker op roze. Zo. Ho. Wacht, volgens mij heb ik deze nog wel weg. Ja, ik heb eventjes zo. Oké. Dus, en dan maak je deze. Die zet je hier zo neer. En die maak je door hier zo. Als je aan het einde van de video gaat staan, dan kan je hier zo klikken en dan kan je hem slepen. En dan moet je hem naar het eind van de video slepen. Zo. Dan zie je dit. Er gebeurt nog niks. Dus wat jij gaat doen, je gaat naar Video Effects. Video Effects. En dan kan je hier zo kan je zoeken. Dan zoek je op Chroma Key. Chroma. Ja, dat doet echt vet goed. Ja. Je zoekt op Chroma Keyer. Je druk je hier op Chroma Keyer en doe je de default. Die sleep je hier zo heen. Wat je dan ziet is dat ik roze word. Dan ga je kijken wat een beetje goed is. Kijk hier, zo zie je dat ik helemaal goed zichtbaar ben en dan is het roze
is een beetje weg, dat is jammer. Dus zoiets. En dan kan je hier nog iets verschuiven. Zo. En dan blur je erachter. Want dat is ook wel grappig om te doen. Kijk, dan heb je zo een beetje een vage achtergrond. Kijk, en dan als ik dan beweeg, dan zien jullie dat het achtergrond is veranderd. Maar wil je deze nou in een deze roze achtergrond, wil je deze nou in een foto doen, dan haal je deze weg en dan zoek je een mooie foto op. Dan zoek je een foto op. Weet ik veel. Deze foto's heb ik trouwens allemaal zelf gemaakt. Goed van mij. Oké. Een mooie foto. Oh ja, hier. Dan doen we dit one. Zo. Slijp je deze zo. En dan doe je, als die niet, kijk, als je dit hebt, dan moet je eventjes hier zo klikken. Track motion heet dat. En dan kan je het hier zo, kan je het vergroten of verkleinen. Kijk, zo ziet het er al een stuk mooier uit. En je kan ook een beetje verplaatsen zo. Zo zie je dus dat je dit kan veranderen in een foto. Maar wat je nog meer kan doen, je kan dit zelfs veranderen in een video. Kijk, moet jullie maar even kijken. We openen dit inkie. Dan zoeken wij een mooie video uit. Even kijken, de kanaaltrailer. Kiezen wij de kanaaltrailer uit. Het geluid doen we even weg. Delete. Dan maken we deze kleiner. Zo. Zoiets. Kijk. Nu spelen er dus twee video's door elkaar heen. Zoals je ziet. Hij doet het ook heel goed. Wacht even. Jezus. Kijk. Dan spring ik gewoon op mijn eigen hoofd. Mooi toch? Oké, nu weten jullie ook hoe je een blue screen of een green screen verandert. Bij een green screen trouwens moet je gewoon hetzelfde doen. Alleen dan moet je een andere kleur kiezen. Ik zal nog eventjes trouwens iets... Kijk, je hebt hier zo, kan je dit doen, maar dan kan je het pipetje kan je doen. En dan kan je zo, kan je het rood weghalen. En als je dan het blauw hebt, wilt, dan kies je even een goed blauw punt. Hier zo bijvoorbeeld, dan heb je het blauwe weggehaald. Als je nou een groen hebt, dan doe je gewoon precies hetzelfde en dan doe je een goed groen punt. Dan klik je daarop en dan is het weg. Hoppakee. Zo. Nou. Jij weet dus nu hoe je een bluescreen weghaalt. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je deze video liked. Ik hoop dat je abonneert op mijn kanaal. En als je vragen hebt, laat een reactie achter. En dan zeg ik... Ciao.